Ja, dat is niet van mijn gewoonte, maar toch is het gebeurd. Ik ben ook maar een mens, ik kan ook missen. Hè. Dus volgende keer moet ik u beter assisteren. Ja, inderdaad. Ja. Jij mij en ik u dan. Dat is mijn fout. Dan pak het op mij, zeg. Benny Keulemans. Dag Wesley. Goalbiljart. Welkom in de arena, zou ik zeggen. Blijkbaar heb je een andere naam. Ja, inderdaad, ja. Dat is? Ze noemen mij de cannibal, hè. Dus dat wil zeggen dat je iedereen verslindt? Ja, ik doe er inderdaad veel dood. Ja. Als je dan zoveel toernooien wint, dan vraag ik me eigenlijk af, verdient dat eigenlijk wel iets? De toernooien op zich, ja. Wij zijn content, we hebben €150 voor de meeste. Sommige grote toernooien is 200. Dat zijn uitzonderingen. €200? Ja. Voor een heel toernooi te winnen? Ja. Dat is eigenlijk onwaarschijnlijk. Is dat zoveel prijzen gewonnen? Eigenlijk ja, een beetje de hazard van de biljaar. Ja, ja op gebied van sporten de hazard van de biljaar, maar financieel zeker niet wat hazard verdient. Voilà, Benny. Wat is de bedoeling van het spel? Jij hebt witte ballen, ik heb rode ballen. Ja. Dus de bedoeling van dit spel is om er eerst jouw ballen te laten verdwijnen in mijn doel. Ja. De beginning is altijd met de opgangstoot, dat is deze bal. Ja. We spelen van linkse kant naar doel. Ik haal ook linkse kant naar tegelijkertijd. Doel. Tegelijkertijd. Die het kosten bijligt, mag verder spelen. Ja. En dan gaat het om beurten. Niet tegenstaande, als ik geduld heb, mag ik nog eens stoten. Ja, in het midden dat noemen ze de bos. Dus ik kan me inbeelden dat je hier niet moet liggen? Nee, daar moet je niet liggen. Maar als je daar de tegenstrever kan inspelen, ja, is het wel positief. Ik denk dus, altijd aldoende leert men. Inderdaad, we gaan dat doen en je gaat dat wel leren, absoluut. Het is zeker niet moeilijk. Jij gaat mij gewoon afmaken, hè? Nee, dat ga ik niet doen. 1, 2, 3. Wel, ik heb uw eerste stoot gezien en ik vind dat fantastisch. Maar nou komt het, hè. Altijd tegen die kant dat ik nooit niet deftig kan schieten. He? Maar jij moet al precies niet meer mikken, hè, om... Nee, dat gaat toch goed. Hè? Maar dat gaat niet lukken. Hè. Dat kan niet. Hè. Zit dat maar wel in, joh. Hey, hoe kan dat nou? Ik heb van deze stoot gedroomd. Ik heb die sandrox gaan doen in het lokaal. Dus ik leg met twee goede witte, en de rode weg. Zo dus? Ja, zo, voilà. En twee goeie. S'avonds lig ik in mijn bed zo, hè, ik zeg. Maar ik droom van iets anders dan. Hoe ga ik deze bal nog kunnen wegspelen? Makkelijk. Kom maar hier, ik zal je dat laten doen. Je speelt dan gewoon rechtop, hè, bekend rechterop, ja, een klein beetje al daar. Ja. Zodanig dat hij die een top pakt. En die een top en naar daar gaat. Zo, tik, tik. Ja, en richting hier. Ja. Maar niet te doen. Doe maar. Ja, prima. Prima. Fantastisch. Ja, dat zijn die kleine dingen natuurlijk die het verschil maken. Als je hier ligt en je speelt hier op half, ja, dan kom je op dezelfde positie uit hier. Dat is 90 graden. Ongeveer hier wel. Ja. Ja. Dus dan moet jij komen kijken, die lijn maken, dan zeg je, ligt die bal daarin? Nee. Dan moet je er zoveel opschuiven en dan speel je op die bal. Ah, oké. Ah, ja, oké. Nu nog een tip die ik je geef voor morgen. Als je in de bos ligt, dus juist voor dat bolletje, is het doel. Maar dat doet goed. Perfect. Jij ziet dat direct, of ja, ik zie dat direct. Ik zie dat gewoon direct. Als je dat ergens zo doet, dan gaan we onze prijs halen. Zeg, maar jij zit hier altijd bezig over morgen? Ik heb ons ingeschreven morgen in een toernooi voor duos. Hè. Voor u wat wou te brengen, gaan we een duotoernooi spelen in Sinai. Zijn jullie al 7 of wat? Go, go.
Go, 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 shorty. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give a fuck, cause that's your birthday. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need. If you need to fill the buzz, I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug. Biljart 1, Keulemans Benny met Wesley de Witte Tornado Song tegen Illegeer Robbie en de Smet Emile. De Witte Tornado. Ja. Dat zal zijn omdat ik zo hevig ben, zeker. Hè? Ja, ja, ja. Dus, ja. Jongens, succes. Succes. Ja, succes, jongens. Spelers klaar. Op 3, 1, 2, 3. Bailame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito. Mama, je direct op, man. Dus 900 direct. Die gaan direct op, hè. Ja, gewoon een beetje weer ballen echt. Nu moet we een bal erin schieten. Ja. En kort achter de bal. Ja. Links effect. Links effect. Er was nog geen verloren optie. Nee, het was te rustig. Ja, maar het was goed. Maar jij hebt altijd die maat, dat snap ik. Ja, 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 maar dat is normaal. Dat heb ik met de deze, jaren. Kon je erin denk ik? Ja, jij kon erin. Dat is het eerste nummer, hè. Jongens, allee. Wat is dat? Ja, dat is niet van mijn gewoonte, maar toch is het gebeurd. Ik ben ook maar een mens, ik kan ook missen. Hè. Dus volgende keer moet ik u beter assisteren. Ja, inderdaad, ja. Jij mij en ik u dan. Dat is mijn fout. Dan pak het op mij. 1, 2, 3. Wat je gaat doen is met deze rode, en dan die witte ginder in de nut leggen. En dan is hij geblokkeerd. En dan is hij al geblokkeerd. Je kunt hier alle goed leggen, ze kunnen dat niet meer aan. Dat is goed, hè, want ze met die ballon in het bos spelen. Jij gaat erin, dus ja. Tot vertrouwen, ja. Rustig, ja. En je hart en platte stop. Dat is perfect. En je vertrouwt mij. We hebben dat gisteren geoefend. Als de Benny zegt, zal het wel zo zijn zeker. En dun raken, hè. Zo dus. Drinken tegen de stress. Volgens mij zit de situatie niet goed. Dus nu zou jij tot aan, met die bal tot aan doel moeten ballen? Oei, ik kan dat doen. Tot daar, stuit je tot daar op topje. Dat kan lukken. Ja, je kunt dat. Zeer mooi. Prachtig gevoel. En dan met mijn handen. Zie jongens. Dank u wel. Zie jongens. Zie hè. Goed spel hè. Zeg Benny, 1 verloren, 1 gewonnen. Wat vond je ervan? Ik vind dat zeer sterk. Als biljarter doe ik mijn hoed af. Voor 2 lessen te krijgen zal ik zeggen. En op dit niveau al, tegen een zeer goed duo. Dit kunnen waren presteren. Waren dat goeie? Dat waren goede duo's. Ga ik u... laten verder spelen dit toernooi met uw vaste partner. En ja, bedankt. Ik vond het eigenlijk fantastisch om te mogen doen met u. Ja, wel, ik vond het even ingelijk om dat met u te mogen doen. Echt waar. Dus super. Ik zou zeggen, tot de volgende maal.